Vandaag een trieste dag bij onze Radio 3x2 verslagen, want het is de laatste dag alweer. Ach, die tijd is zo snel gegaan. Het is net een gewone 3x2, maar dat is niet zo raar, want wij fietsen 3x2 en jullie kijken mee. Ook vandaag bij ons laatste verslag. We gaan naar Zwijndrecht, we gaan naar Hendrik Ido Ambacht. Een paar heel bijzondere ontmoetingen hebben we daar. En nog veel meer. Ach, ik vertel het eigenlijk niet. Kijk maar gewoon naar onze belevenissen van vandaag. Wij fietsen 3x2. Jullie kijken mee. Zijn we lekker aan het fietsen met onze Radio 3x2? Is het heel de week goed gegaan en dan hoop je hem niet tegen te komen. De man van de EHBO. Ja hoor. Het is dan toch gebeurd. Vrijdagochtend, Jordi de Koning. Goedemorgen, hoe gaat-ie? Ja, goedemorgen. Met mij gaat het goed. Maar uit mijn functie natuurlijk de vraag, hoe is het met jou? Nou, om heel eerlijk te zijn, het gaat goed. De billen zijn in orde, de benen doen het nog. Ik ben nog niet gestoken door een wesp, trouwens. Nou, dat is goed nieuws. Want daar hebben we natuurlijk de afgelopen jaren flink last van gehad. Dus hou je zo, alsjeblieft. Wil jij aan mij vertellen hoe jij eigenlijk bij 3x2 gekomen bent, want je doet heel veel dingen tegelijk namelijk. Ja, klopt. Dat is een leuk verhaal. Ik heb altijd jaren als kind meegedaan en ben toen gelijk doorgegaan als leider. Van leider ben ik eventjes helaas moeten stoppen met pijn in het hart, maar ik kon het toch niet laten. Dus Wijnand Punt, coördinator van de EBO, gevraagd voor, joh, heb je nog iemand nodig? Mijn part voor 1 of 2 dagen, want het kriebelde. Toen 1 of 2 dagen meegegaan en daarna meegerold als EBO'er. Daarnaast heb ik mijn papieren voor verkeersregelaar, dus dat heb ik ook nog mogen doen. En vanuit ervaring verschillende zaken mogen uitvoeren. Een dubbele taak, maar dat verkeersregelaar, dat is volgens mij ondergeschikt aan jouw EHBO-taken. Ja, klopt. Het is echt op een moment dat het bij het verkeer gewoon helemaal stag loopt. Dan kan Wijnand ineens beslissen van, joh, hey, vest je EHBO uit, vest je verkeersregelaar aan. Nou, dan ga ik langs de kant van de weg staan. Dan doe ik het andere hesje aan. En dan ga ik daarmee aan de slag. Stel je voor, wat ik net zeg, ik ben gevallen, ik moet verbonden worden. Kan je laten zien wat je dan bij je hebt om mij te helpen? Want je hebt een riem vol. Ja, ik kan wel wat proberen te laten zien. Ik heb een klein tasje met wat, wat spulletjes erin. Bagages, verbandjes, driekante doekjes, warmtedekentje. Uiteraard voor de kinderen de strepseltjes. Want ja, er gaat wel eens een keeltje, wordt wat schoor. Een verbandje, wat schaartjes. Hier zijn natuurlijk de pleistertjes, handschoentjes. Dan hebben we onder de scooter hebben we ook nog het een en het ander. We maken de scooter open en wat daar tevoorschijn komt. Koelspray, nog meer pleisters. Ik zorg ook altijd ervoor dat ik wat kinderpleistertjes heb, zoals iets van SpongeBob of Frozen voor de kleinere. Ik heb medical taping, sporttape, ja, noem het zo gek wat. Een coolpack. En uiteraard op het moment dat het echt nodig is, dan trekken we deze aan. Gaaf dat je dat allemaal bij je hebt en dat je dat speciaal voor ons hebt meegenomen. Want jij gaat ervoor zorgen dat wij ons laatste deel vandaag op deze laatste dag van onze alternatieve 3x2 veilig kunnen verder fietsen, toch? Ja, absoluut. Ik zorg er gewoon voor dat jullie altijd beter blijven. En als er wat gebeurt, dan ben ik daar. Ik dank je hartelijk en ik hoop dat ik je verder niet nodig heb vandaag, joh. Ik hoop het ook niet. En in goede gezondheid verder natuurlijk. Ja, dan heb je zo die laatste 3x2 dag. Dan fietsen we altijd naar het Pierenbadje bij de Hoge Nes in Zwijndrecht. Fietsend zo vanaf Heerjansdam langs de dijk, langs de Oude Maas. Je kan het niet zien in beeld, want iemand heeft er een paar bomen tussen gezet. Maar als je er heel goed tussendoor kijkt, dan kun je echt wel gelijk merken dat daar die boten varen. De Oude Maas, een hele mooie route waar we nu zitten. Ook lekker rustig. Want auto's die komen hier niet bijvoorbeeld. En dat is dan altijd wel weer fijn. Zeker als je met de jeugd aan het fietsen bent. Want de jeugd die moet natuurlijk zoveel mogelijk op vrije wegen kunnen rijden. En alles wat niet hoeft te worden afgezet voor verkeer, dus ook geen onrust geeft. Ja, dat is alleen maar mooi. En gaat het niet om het praktische, dan gaat het absoluut wel om het mooie. Nou, als we een aanradertje kunnen geven, ga eens fietsen tussen Heerjansdam en Zwijndrecht langs de Oude Maas. Aan de andere kant op.
richting de Roonse Grienden bijvoorbeeld. Dat is ook hartstikke leuk. En die Roonse Grienden, dat is een plek waar we vroeger trouwens altijd door fietsten met Riemel 2. Want dan gingen we naar het zwembad bij Roon. Maar dat zwembad, dat openluchtbad, het is al jaren niet meer. Jammer hoor, dat was een heel leuk bad. Kan ik nog wel een anekdote over vertellen in het kort. Want ook jouw razende verslaggever, die heeft 3x2 gefietst. En we deden toen ook al spelletjes. Nou, in het zwembad hadden wij als spel, kreeg een ballon aan je enkel gebonden en je moest dus hinkerpoten op je andere been. En dan proberen bij de andere die ballonnen kapot te trappen. En ja, het was dan toch nog een keer een succesje in mijn jonge leven. Dat ik als overwinnaar op een gegeven moment overbleef met nog een hele ballon aan mijn been. En dat bezorgde ons de volgende dag de groene trui. Dat was iets om trots op te zijn. Is al heel erg lang geleden trouwens. Nou, die route die we dan nu fietsen naar Zwijndrecht, die brengt ons daar dan bij dat, ja, ik noem het altijd een beetje het kikkerbadje. De kinderen die kunnen daar leuk spelen, het is een veldje en wat toiletten. En daar hebben we altijd een kleine rust op de vrijdag. Mooie plek, absoluut. Met één nadeel. Die mooie plek die is nu hartstikke verlaten. Voilà, we roepen het heel de week al. Er is geen 3x2, alleen wij fietsen onze alternatieve 3x2. Laten we straks even met de tranen in de ogen kijken hoe verlaten dat het er dan nu is. En misschien even terugblikken op de afgelopen jaren, hoe gezellig het er ook kan zijn als je daar op dat parkeerterreintje bij dat kikkerbadje staat. Ja, kijk nou eens achter me. Dat bedoel ik nou. Een leeg parkeerterrein, geen kinderen. Nou, misschien dat de groothoeklens het net een beetje oppakt, zo fietsend. Dat zal je kunnen zien aan de linkerkant van je beeld, dat we langs die oude Mazen aan het fietsen zijn. Aan de rechterkant, daar zie je dan natuurlijk de dijk. Achter die dijk ligt een stukje polder. En dan zit je zo al bij Zwijndrecht. Het is eigenlijk zo kort bij elkaar. En dat is iets wat je vaak hoort als je gaat fietsen. Zeker met mensen die dan voor het eerst bij 3x2 meegaan. Van joh, dat het allemaal eigenlijk zo kort bij elkaar is. En dat er zoveel leuke en mooie dingen bij ons in de omgeving zijn. En dat is wat wij altijd proberen ook op de radio met Radio 3x2 te vertellen. Van ja, ga gewoon dat rondje eens fietsen en kijk eens. Er zijn voorzieningen genoeg onderweg. Er is zo ontzettend veel om te bekijken. Het is gewoon hartstikke gaaf om door onze omgeving eigenlijk over ons eigen eiland te fietsen. Ik bedoel, we hebben natuurlijk gezeten in de Alblasse Waard en de Hoekse Waard, wat ook een eiland is. Maar het eiland IJsselmonde, waar wij op wonen, we wonen nou eenmaal op een eiland. Ja, dat heeft zoveel mooie dingen. Een aanradertje voor de mensen die dan nog vrij hebben na deze week 3x2. En het weer zit mee. Pak die fiets. Je gaat er lekker op uit. We fietsen door Hendrik Ido Ambacht. En altijd als we hier door Ambacht fietsen en we kijken naar links, dan zien we ze staan. Tante Lien! Ja, iedereen kent me hier niet zo goed als op Ridderkerk. Op Ridderkerk kent iedereen me. Nou, dat klopt, maar als wij hier met al die kinderen fietsen, als hier 300 kinderen langskomen fietsen en die zien u staan. En dan is je altijd hard aan te zien. En allemaal zwaaien, hè? Ja, zwaaien. Ja, het was hartstikke leuk. Ik ben wel blij dat ik altijd mee heb gedaan. Ja. Ja, ik vind het heel leuk. U heeft natuurlijk aan de wieg gestaan van 3x2, hè? En, ja. Wat heeft u allemaal eigenlijk gedaan in die jaren dat u nog actief meeging? Ik heb één keer heb ik met een groep meegereden. Maar daar was ik ook zat. En toen verder heb ik altijd in de jury gezeten. En u was streng in de jury, hè, heb ik gehoord. U was een hele strenge dame. Ja, dat moet ook wel. Ja, want als je niet streng bent, dan komt het dat je niet goed wie de beste is, hè, eigenlijk.
Ja. En dat moet altijd eerlijk zijn. En de laatste jaren komt u nog altijd kijken, want u bent altijd in de fakkel. Altijd, ja. Ja, ik weet niet hoe ik het... Ja, ik had het nu ook al gedaan, want ik ga altijd mijn kleindochter. En ik vind dat het even leuk om te doen. En ja, ze kennen hem allemaal, dat bestuur en zo, ja. U bent al zoveel jaren het gezicht van 3x2. Ja. En dan, wat ik zeg, we komen altijd langs, altijd zwaaien. Als het kan, gaat u naar het zwembad toe. En dit jaar is het wel vervelend, hè? Ja, het is wel vervelend. Het is juist 45 jaar. Ja, dat is wel jammer. Maar ja, volgend jaar... Maar... U zit hier nu. Wij zijn voor iedereen die 3x2 een warm hart toedraagt, zijn we een programma aan het maken. Wilt u iets zeggen tegen al die kinderen die eigenlijk hadden mee zullen doen dit jaar en iedereen van de organisatie? En nou, ik hoop dat jullie allemaal kijken. En ik vind het heel jammer dat we niet mee kunnen doen van het jaar. Want dan hadden we toch een 55-jarig jubileum gevierd. Maar dat ken nou niet anders door de ziekte. En verder hoop ik dat we elkaar volgend jaar in gezondheid mogen zien. Frank? Ja, we hadden je zullen zijn met 3x2. Je moet ons hebben gemist dit jaar. Ja, we missen jullie zeker. Ik bedoel, je had welkom geweest. Maar ja, gelet op alle coronaperikelen kan het niet. En zoals je ook hier ziet, ja, het bad is leeg. Ook dat komt door de corona. Omdat ja, die 1,5 meter blijft voor ons gewoon heel lastig om dat te handhaven. En ja, 3x2 hebben wij heel veel herinneringen aan. Jullie komen al jaren hier. En het was altijd een happening. Wij, personeel, iedereen keek ernaar uit. Het was altijd heel gezellig. Geef het eens een zet. Hoeveel jaar ongeveer zijn we hier geweest? Ik denk dat jullie 7, 8 jaar hier wel zeker geweest zijn. Als het geen 10 is. En ik kan me ook nog een situatie herinneren dat het heel slecht weer was. Dat we toen op een bepaald moment hebben het binnenbad leeggemaakt. En toen zijn jullie met z'n allen naar binnen gegaan. En dat was ook heel apart. Ja, dat klopt. Toen was het inderdaad een ontzettend vervelend weer. En dan hebben jullie dat keurig geregeld. Het is voorbij. Het bad is leeg. Volgend jaar zouden we graag hier terugkomen, maar... Maar zoals het er nu naar uitziet, ja, Zwijndrecht krijgt een nieuw bad. En dit buitenbad waar we nu in zitten, ja, we zitten hier op de bodem eigenlijk van het recreatiebad, gaat weg. Op deze plaats komt een heel nieuw binnenbad. Ondanks dat de handtekeningen die jullie vorig jaar aan ons overhandigd hebben en die wij netjes aan de wethouder gegeven hebben, ja, heeft het niet mogen baten. En Zwijndrecht heeft gekozen voor een volwaardig nieuw binnenaccommodatie, wat ten koste gaat van de buitenaccommodatie. Die hele grote behangrol vol met handtekeningen die vlak bij de duikplank werd overhandigd. Dat was allemaal voor niks. Ja, achteraf wel. Maar ja, goed, gelukkig heeft het toch wel wat geholpen, want we krijgen een heel nieuw mooi binnenbad. Kijken we even nog maar naar de mooie jaren die we samen hebben gehad hier zo. Er zijn vast mooie anekdotes waarvan je zegt van joh, wat we hier hebben meegemaakt, dat was zo waanzinnig mooi. Ja, gewoon het enthousiasme van de kinderen en de organisatie van 3x2, dat is gewoon zo mooi. Het is gewoon een happening. Ja, en natuurlijk vorig jaar toen jij nog een keer het water ingegooid werd, dat vond je misschien zelf niet zo leuk. Maar ja, dat was voor de kinderen was dat geweldig natuurlijk. Frank, tenslotte eventjes. Het lijkt me leuk, nu je dan toch bij ons zit hier in dit leeggelopen bad, dat je de jeugd en de organisatie van 3x2 iets wilt toezeggen. Ja, 3x2, heel erg jammer dat jullie er dit jaar niet bij waren. En we hopen dat jullie er door willen blijven gaan, ondanks alle maatregelen die genomen worden, dat we toch in 2021 opnieuw 3x2 weer in onze armen mogen sluiten. Ja, je ziet het aan een sippen gezicht. Het is klaar, het zit erop. Wij fietsen 3x2 en jullie kijken mee. Zit erop. Het is gebeurd, 5 dagen op pad geweest met onze alternatieve 3x2. We hebben zulke leuke dingen gedaan. We hebben een toffe week gehad, toffe mensen gesproken. Iedereen bedankt voor de steun, voor het kijken, voor het volgen van ons. Wij zwaaien af, maar met de woorden die al eerder zijn gehoord. Hopelijk volgend jaar in goede gezondheid, met al die kinderen erbij, met een jubileumjaar 3x2. En dan is er natuurlijk bij ons Radio 3x2. Tot volgend jaar. Ik vind het hoop dat we elkaar volgend jaar in gezondheid mogen zien.